Minister Akinboto, het is niet mogelijk om opnieuw deze onderhandelingen te starten. We gaan niet heronderhandelen. Het is niet mogelijk om opnieuw deze onderhandelingen te starten, zoals geopperd door leden uit het college, zegt minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen tijdens de behandeling van de Brokopondo-overeenkomst. Als minister van Natuurlijke Hulpbronnen valt deze kwestie helemaal onder mijn verantwoordelijkheid, maar meer nog de verdediging en afhandeling daarvan. Gekozen is voor de weg van dialoog. Als regering is het traject ingezet om de controverse die is ontstaan over dit onderwerp te ontzenuwen. Het voorstel is gedaan om deze misvattingen te vervatten in een transactieprotocol, welke zal verduidelijken waar er breekpunten zijn, gaf de bewindsman in hoofdlijnen aan. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.